En normaal uh, zeg ik uh, Jozef, uh, hoe was de wedstrijd? Maar vandaag staat er iemand anders voor, want Sander Duitsch, jij mocht uh, de honneurs vandaag waarnemen. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik doe de cursus voor uh, nou, ja, VC5 tegenwoordig, eten tegenwoordig. En uh, ja, daarin moet je een PVB wedstrijdcoachje doen. En nu doe ik al vaker de oefenwedstrijden, maar uh, nou, ja, vandaag is, uh, is ook mijn docent aanwezig uh, die mij, of in ieder geval ja, mij moet beoordelen. Uh, ja, op het gebied van wedstrijdcoaching. Dus daarom uh, heeft Jozef vandaag even alles aan mij overgedragen. Ja, dat, uh, dat, dat is te zien. De wedstrijd verliep niet super. Daar uh, gaan we het zo even over hebben, maar nog eerst even over vandaag. Want betekent dat dan ook dat jij de hele dag uh, leiding hebt gegeven aan de ploeg? Ja, eigenlijk wel. Uh, dus ik heb de, de voorbespreking voor de wedstrijd gedaan gisteren, de analyse van, uh, ja, van Bogom. Ook uh, hoe we het wilden doen tegen Bogom gedaan. En ook uh, ja, eigenlijk de samenwerking met de rest van de staf ingevuld. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk de hele dag uh, ja, stond in dat teken. Ja. Ja, en uh, is, is, dat, is dat dan nog extra spannend? Of uh, uh, kijkt toch ook iemand een beetje mee over je vingers? Nou ja, tuurlijk is het, uh, kijk, altijd als, net als vroeger op school. Dan uh, als je in een toets had, was het misschien ook wel, wel, wel wat spannend. En er is altijd een beetje gezonde spanning op, op, op dat gebied. Uh, maar het is niet zo dat ik nou hier uh, sta te trillen voor de camera <laughs> of bij de wedstrijd stond te trillen. Nee, dat, uh, dat zeker niet. Maar er komt altijd wel iets gezonde spanning bij kijken. Uh, omdat je gewoon beoordeeld wordt op wat je doet. Was Jozef jouw assistent? Ja, Jozef vult eigenlijk mijn rol in. Uh, dus, dus ik heb ook altijd een bepaalde rol met, uh, met de wedstrijden van, uh, ja, van het eerste in de competitie. En uh, eigenlijk hebben we die rol gewoon omgewisseld, dus dat ik, uh, dat ik in zijn rol was en hij, uh, hij had eigenlijk mijn rol, ja. ja. is ook wel een keer leuk, toch? Ja, ja dat vond hij heel moeilijk, zei hij. Dus, uh, dus uh, <laughs> nee, nee. Dus, dus, dat is inderdaad leuk en uh, mooi dat het kan ook. Het was gewoon een mooie, mooie dag om, om eens te ervaren hoe het is om, uh, om hoofdtrainer te zijn. Mooie club dan op bezoek met Bochum. Het uh, uh, is niet zomaar een club. Het was ook een moeilijke wedstrijd. Ja, het was een hele moeilijke wedstrijd. En daar, daar, hadden wij ze ook, daar hadden wij de jongens gisteren ook al op voorbereid. Het is een ploeg die heel snel één op één gaat. Het is een Duitse ploeg die een oefenwedstrijd ja, zeker niet als een oefenwedstrijd zien. Nou, en Dat hebben we vandaag, vandaag ook gezien. Dus ja, het was voor ons een hele, hele lastige wedstrijd. Zowel fysiek als voetballend. En vooral in de eerste helft, vond ik. Terwijl we wel denk ik, de eerste hele grote kans krijgen met Maieran. En als je die dan scoort, dan worden zaken altijd wel. Wel iets, iets, iets makkelijker. En ja, zij scoren denk ik een geweldige goal daarna. En, uh... Onhoudbaar? Ja, onhoudbaar was, 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 echt heel, was echt een goede goal. Um, maar goed, wat je zegt. Het was een, het was een taaie wedstrijd. En uh, dat, dat hadden we ook wel verwacht uh, tegen Duitsers. Hoe analyseer je de lichtpuntjes hierin? En zijn die? Wie, wie zijn dat? Nou, ik, ik, ik kijk dan meer eventjes als team nu. Uh, ik vond ons de eerste helft niet, uh, niet, niet goed spelen. En, uh, dat, zat, dat zat hem vooral in het verdedigen, vond ik. Ik vond het uh, wat ongeorganiseerd, zowel uh, als we laag stonden hè, en ook als we, als we hoog stonden. En nou, het lichtpuntje zie ik juist wel in uh, het eerste half uur na rust. Hè, dat ik vind dat we die, uh, die zaken wel goed voor elkaar hebben. Dat we eigenlijk alleen, volgens mij, een paar mogelijkheden weggeven uit, uit fouten die wij zelf maken. Maar toen hadden we de druk veel beter voor elkaar. We hadden, we hadden, als we laag stonden, hadden we veel beter voor elkaar. En ik vond ons aan de bal ook veel beter. En uh, ik denk dat het dan een beetje schort in de eindfase. Eh, want ik denk ook dat we voldoende kansen hebben gehad om wel een 1-1 te maken. En uh, ja, dat, dat is dan jammer in zo'n fase dat je, dat je de zaken wel goed voor elkaar hebt. Sam Stijn heeft dan de, of de gelijkmaker op zijn hoofd liggen. Dat gaat mis. En dan valt hij aan de andere kant. Is dat omdat je de pressing zo ongelooflijk hoog hebt richting het doel van tegenstander? Nou goed, op het laatste, toen we de laatste twee wissels brachten. dan, dan, dan ben je aan het wisselen om, om die wedstrijd nog om te draaien. Of in ieder geval 1-1 te maken. Of om misschien nog te winnen. Dus we gingen ook met 3 achterop spelen. Ja, en je hoopt wat meer uh, voor de goal van de tegenstander te komen. Dat lukt ook een, ook, ook een paar keer. Maar ja, het risico is wel dat je, dat je meer ruimtes weg gaat geven in de omschakeling. En ja, die die 0-2 in de blessuretijd, die, die, neem je dan, die neem je dan voor lief. Neemt dat de zoete smaak van vandaag nog weg? Nou goed, je wil heel graag die wedstrijd winnen, of het nou een oefenwedstrijd is of een competitiewedstrijd. Daar ben je veel te veel winnaar voor. Dus ik baal wel enorm dat we die wedstrijd verloren hebben en de spelers ook. Dus ik vond het een mooie dag. Alleen ja, om eerlijk te zijn, ja, hier baal ik wel van dat we die wedstrijd, we die wedstrijd verloren hebben. En, en hoe geef je dat nu mee? Zeg maar, zijn jouw analyses dus nu als trainer, die geef je aan Jozef mee voor het duel voor de komende anderhalf week? Nee, 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 niet daarin. Kijk, Joost, die loopt de hele dag gewoon bij. En wij hebben gewoon een hele duidelijke rolverdeling in de staf. En uh, dat blijft zoals het is en dat loopt uh, goed en die samenwerking is goed. Dus vanuit hier, natuurlijk uh, neem je dingen vanuit de cursus die wij doen en uh, sprekers die je krijgt, dat neem je allemaal wel mee. En dat koppel ik ook vaak terug omdat hij ook altijd zelf heel nieuwsgierig is en uh, nieuwe dingen wil, uh, wil horen. Dus dat soort dingen, dat, dat, uh, dat neem ik wel mee. Maar vanuit, ja hier zoals vandaag, wij, wij pakken dat gewoon op uh, zoals we dat altijd doen en uh, nou ja, dat gaat dit seizoen uh, gewoon prima. Dus, uh, dus uh, laten we daar maar gewoon weer naar terug gaan. Dank je wel, Sander. Graag gedaan.